Zoals je ziet regent het. Stil op de straten. De grote vraag is, wat doen jongeren nou als het buiten regent? En dat komt nog wel eens voor in Nederland. Nou, meestal een paraplu hebben. Want anders wordt het vet nat. Ja. En binnenspelen. Ja, binnenspelen. Ja. Niks. Ik fiets gewoon door. Nou, als het regent, dan fiets ik sneller, omdat ik dan eerder thuis ben en hopelijk minder nat. Als het regent, dan zit ik vaak binnen. Een paraplu plakken. Pakken. Of schuilen. Onder een afdakje zoals nu. Gewoon echt naar binnen gaan. Een loempje halen, oh, daarom staan jullie hier. Het regent nu en dan gaan we nu zo naar mijn huis of zo. En dan, weet niet wat gaan we doen? Ja, weet niet, dat zien we zo wel weer. Het is eigenlijk wel duidelijk dat iedereen naar binnen gaat als het regent. Maar wat doen ze precies binnen? Wat voor spel speel je dan? Black Ops. Black Ops, maar dat mag je toch helemaal nog niet spelen? Daar ben je toch veel te jong voor? Ja, weet ik. Maar je doet het toch, stiekem? Ja. Binnen spelen? Ja, binnen spelen, ja. Een beetje achter de computer of... Ja. Naar huis of naar winkel, wegzetten of drinken. Ja, vaak. Dus gewoon een beetje niks doen. Ja, een beetje chillen of zo. Chillen. Ja. Meestal ga ik binnen achter de computer zitten, ja. Achter de computer zitten? Ja. En wat doe je dan het liefst achter de computer? Spelletjes of... Hives, Twitter. PlayStationen. Beetje FIFA spelen? Ja, toch. Oké, dan. Ja, ga ik meestal tv kijken of eten. Meestal wat ik zin in heb. Dus je bent wel actief? Ja. Dus als, je verveelt je niet als het buiten regent? Nee. Ja, eigenlijk niks, nee. Want regent... Kut. Guess who's back?